Gaat u met mij naar Genesis 1, vers 1 tot 4. Genesis 1, vers 1 tot 4. En u moet goed opletten en goed luisteren. De Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En de duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Dit was nu de eerste dag, als ik het goed heb. Ga door naar 5. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest en de eerste dag. Laten we hier beginnen. We gaan straks bij de andere. Dit is een Bijbelstudie, dus ik wil deze tekst goed uitleggen. Wanneer God in den beginnen het scheppingsverhaal kenbaar maakt, valt het op dat hij zegt dat de aarde was woest en ledig. De Amplified vertaling zegt het was without void, het was wasted, het was empty. En de watermassa vloeide over de aarde, dus er was alleen water en duisternis. En de Bijbel zegt de geest van God zweefde over de wateren. Wanneer je gaat bestuderen de Bijbel en het woord daar God, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dan zie je dat het woord God daar in meervoud is. Elohim, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wanneer de Bijbel zegt en God zeide, kwam het woord van God in beweging. En de Bijbel zegt in Johannes 1 vers 1, in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1 vers 1, alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Het woord was het leven en het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ik heb mensen nodig die een beetje sneller met me kunnen moven. Ja, ik ga mensen nu trainen, want dat ding is soms hinderlijk. Maar we moeten de gezindheid van Christus nog meer tonen in deze dagen. Ja? Sneller moven. Bijbelstudie. Nogmaals, Johannes 1 vers 1. Geef me hem helemaal. Vanaf 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Waarom het belangrijk is dat de Bijbel wordt geprojecteerd. Voor de mensen die thuis zijn, die de Bijbel niet kennen, is het belangrijk dat ze mee kunnen lezen. Daarom doen we dat. Ga door. Vers 2. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Vers 4. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Onderstreep het woord licht. En vers 5 zegt, en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Onderstreep dat alles. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Wanneer we kijken naar Genesis 1 weer, waar God in de begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woestledig en de duisternis op het vloed en de geest God zweefde over de water. En God zeide, er zij licht. Dan zie je hier God, de Vader, God, de Heilige Geest. En als God gesproken heeft, er zij licht. Dan kwam het woord in beweging en de Bijbel zegt, en er was licht. Daarom kan je in Johannes 1 gaan kijken en daar zegt de Bijbel, alle dingen zijn geworden door het licht, door het woord. En niets is geworden dan het woord. Schrijf ergens op. Elk boek dat je leest, elk boek dat je leest op aarde, geeft jou informatie. Maar de Bijbel is het enige boek dat jou gaat transformeren. Alle andere boeken die je leest, ga je informatie krijgen. Maar als je de Bijbel leest met een open hart, krijg je transformatie. Mag ik een amen horen? Waarom is het belangrijk om de aandacht te leggen op Gods
eerste schepping. De Bijbel zegt, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus de aarde, de hemel werd eerst geschapen en de aarde. En vele theologen geloven dat daarna iets gebeurd is met de aarde. De duivel is waarschijnlijk op de aarde getrapt, geschopt en heeft toen de aarde in duisternis gebracht. En vele theologen beginnen dat God dan een herschepping zou doen en kwam kijken hoe de aarde er was. En hij zag dat de aarde nu was woest en ledig en duisternis op de vloed. En de geest God zweefde over de aarde. Dus in den beginnen, zegt de Bijbel, schiep God de hemel en de aarde. Punt. Mensen geloven dat er een periode is geweest. Want als God iets schaapt, is het altijd goed. Maar als God komt kijken nu, dan is de aarde woest en ledig. En mannen als Benny Hinn en vrede theologen zeggen, tussen vers 1 en vers 2 is er iets gebeurd. Waarschijnlijk, vermoedelijk, dat Satan uit de hemel is getrapt en is gekomen op de aarde. Waarvoor God reeds geschapen had, zegt de Bijbel, voor de grondlegging der wereld. Maar hij is komen kletsen op de aarde. En de duisteren was het. En het eerste wat God schiep in de tweede schepping, om het maar zo tussen aanhalings te doen, was licht. En daarover wil ik vandaag praten. De Bijbel zegt, en God sprak en zeide, of God zeide, er zij licht. En de Bijbel zegt, en er was licht. En het is heel interessant, omdat ik het al gepredikt heb, maar vandaag ben ik een beetje nog meer in wat diepte te gaan. En het is belangrijk voor u om te weten dat licht in feite niet tastbaar is. Licht kan je wel zien, maar het is niet tastbaar. Licht, wanneer hij komt, verdrijft hij direct duisternis. Direct. En als je goed met mij gelezen hebt in Genesis 1 tot vers 5, dan zie je dat God de hele dag heeft genomen om licht, de grote lichten en de kleine lichten, te brengen op aarde. Hij heeft één dag genomen, alleen zodat de aarde vol was met licht. En wanneer licht gekomen is, en ik kan u dat bewijzen, kan de duisternis licht nooit grijpen, maar licht kan de duisternis wel grijpen. Daarom, als de Bijbel praat, dat Jezus, het licht was der mensen, en dat het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet kunnen vinden. Jezus zegt in de tekst dat de duivel kan niets in mij vinden, omdat er in mij geen duisternis is, want ik ben het licht der wereld. Dat ga je lezen straks in een van de teksten. Waarom is dit zo belangrijk? Licht, zegt de Bijbel, is de plaats, kan je bijna zeggen, waar God woont. Maar de Bijbel zegt ook dat God licht is. En laten we dat leven. In 1 Johannes 1 vers 5. Dus wanneer God licht creëert op aarde, dan kan je bijna zeggen dat God zichzelf geopenbaard heeft op aarde. Zijn verschijnsel is licht. Maar God zegt, er zij licht. In feite zei God gewoon, laat een deel van mij de aarde vervullen. 1 Johannes 1, vers 5 is Bijbelstudie, dus ik ga niet zoveel haasten. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in hem is het geheel geen duisternis. Met andere woorden, als God nu komt op aarde en hij zegt, er zij licht, dan zegt hij bijna, ik ben, ik manifesteer mij helemaal op aarde. Dit is powerful. Naarmate u gaat begrijpen, en houdt u in uw achterhoofd, dit is het eerste wat God heeft geschapen na de verwoesting van de aarde. Licht. Maar wat is dit licht? Dit licht is zo belangrijk, en de mensen die natuurkunde hebben bestudeerd, weten dat licht in feite beweegt. Ze noemen licht in feite een hoe noem je dat? Een glans die je kan zien,
of een straal die je kan zien, maar het is een massa van elektronen, protonen, fotonen, alle soort hebbing, men liep dat je de natuurkundig man, die constant in beweging is. Constant in beweging is. Maar ik kom straks daar. Laten we gaan naar 1 Timotheus 6, 16. Omdat ik wil hebben dat u vandaag een openbaring krijgt. Wanneer we praten over licht, dan praten we in feite over God. God, 1 Timotheus 6, vers 16. Wanneer je gaat verstaan dat wanneer we praten over licht, dan praten we over God. Geef me vanaf vers 13, zodat het in context gezien kan worden. 1 Timotheus 13, 16. Dankjewel. Ik beveel voor God die alle leven wekt, en voor Christus Jezus die de goede belijdenis is voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en de enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en in een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft, of zien kan, hem zij de eer en de eeuwige kracht. Met andere woorden, God zelf woont in een ontoegankelijk licht. Die mensen niet kunnen zien. En ik kan me herinneren, een keertje zocht ik de Heere. En terwijl ik de Heere zocht, kwam er een groot licht in de kamer. Met long moet uit de camera. Ik kon alleen nog zien dat er Lucas 4 vers 18 was geschreven. Maar misprint, ik werd zo bang. Licht, mensen, is in het Hebreeuws wat men noemt oor. Maar het betekent ook vuur. Het betekent ook vuur. U moet verstaan dat hoewel God licht is en licht als eerste gecreëerd heeft, nadat de aarde verwoest was in Genesis 1 vers 2, dat hij soms af en toe woont in duisternis. Dat is heel belangrijk. Dus hij kan in duisternis zijn, maar hij is tegelijkertijd licht. Dit is wonderbaar. Hoe kan dat? Dat God licht is en toch ook in duisternis kan zijn. Maar dat zegt de Bijbel, dus laten we dat even leren. Hoewel God zich soms verbergt achter donker worden, gaat hij ook gehuld in een mantel van licht. Dat is met je verstand niet te begrijpen. Laten we gaan bij Psalm. Welke psalm is het? Psalm 18, vers 12 tot 13. Hij stelde het duister tot zijn omhulsen, tot zijn beschutting rondom zich. Duistere wateren en wolkengevaarten en vurige koling, maar tegelijkertijd van de glans voor hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige koling. Met andere woorden, God is in staat in duisternis te zijn, maar terwijl hij zich kan hulden als God Almachtig in duisternis, kan hij elk moment gewoon zijn een vuur. En dat kan je niet vatten. Dus laat me het even weer uitleggen. God, zegt de Bijbel, schuilt in duisternis. Maar hij is het licht, ook dan. Maar omdat hij zowel licht als duisternis geschapen heeft, kan hij zichzelf, de Bijbel zegt, omhulzen in de duisternis. Maar tegelijkertijd, als hij wil, kan hij zich openbaren als vuur. Denk aan het verhaal dat God zich openbaarde desdaags als licht, een wolk, en desnachts als vuur. Psalm 104 vers 1 tot 4, laten we daar even gaan. Psalm 101, vers 4. Goed, je bent goed. Loof de Heere mijn ziel. Hey, go man, geef haar een applaus. Loof de Heere mijn ziel. Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed. Majesteit is
is glorie, is stralend. Vers 2. Hij hult zich in het licht als een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren. Hij maakt de wolken tot zijn wagen. Hij wandelt op de vleugelen van de wind. Hoe hij dat doet, hoe dan? Maar hij wandelt op de wind. Wij voelen de wind, we kunnen, maar hij wandelt op de wind. Hij maakt de winden tot zijn bode. Laaiend vuur tot zijn dienaren. Let wel, licht en vuur zijn bijna hetzelfde. Dus als God zegt in het Oude Testament, er zijn licht, kon hij ook bedoeld hebben dat er vuur ook was. Jezus, Johannes heeft gezegd, hij die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Maar daar ook kan ook zijn geschreven met licht. Dus voor ons is het belangrijk dat we gaan begrijpen dat de Heilige, de eeuwige God, ook wordt genoemd in Jacobus 1, vers 17, de Vader der lichten. De Vader der lichten. En dit is een iedere gave die goed is. En elk geschenk dat volmaakt is, dat van boven nemen van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van omkeer. De Vader der lichten. Waarom wordt God symbolisch de Vader der lichten genoemd? Omdat u ook zelf bent een licht dat moet schijnen hier op aarde. Amen. Amen. En alles dat goed moet doen, kan geen duisternis in zich hebben. Je moet licht in jou hebben. En licht is een zeer ingewikkeld natuurverschijnsel. Wat is licht eigenlijk? Hoe verspreidt het zich? Het bestaat uit, dit heb ik uit internet voor u gehaald, want ik ben geen natuurkunde, maar ik wil dat wel dat u begrijpt. Ik heb wel begrepen waarover het gaat. Het bestaat uit protonen, kleine deeltjes die constant in beweging zijn, maar het bestaat ook uit golven, fotonen, of uit een combinatie van beide. Omdat licht constant beweegt. Diverse theorieën zijn in de loop der tijd ontwikkeld om het verschijnsel licht natuurkundig te verklaren. Bijvoorbeeld door een aantal geleerden, Huygens, Newton, Maxwell, Planck en Einstein. De mensen die natuurkunde hebben gestudeerd, begrijp je. Maar ze zeggen het blijft altijd toch een mysterieus fenomeen. Omdat het voor menselijke begrippen ontoereikend is om een eenduidig synoniem of definitie van licht te brengen. Bijvoorbeeld, men zegt uit metingen, en dit is een beetje technisch, maar luister gewoon en ik ga het proberen simpel uit te leggen. Uit metingen bleek dat voortplantingssnelheid van licht de grootste snelheid is. Dus licht beweegt constant. Constant. Dus de voortplantingssnelheid van licht is de grootste snelheid die er is op aarde, die er bestaat. Gemeten in een vacuüm rekent men ongeveer, hoeveel is dit? 299, maar ik wil het afronden. 3 miljoen meter per seconde. Als ik het goed heb, of 300 miljoen meter per seconde. Ter vergelijking, de snelheid van het geluid is ongeveer 340 meter per seconde. Snelheid van geluid. Dus voordat je, het gaat zo snel per seconde. Dus terwijl ik praat, is het al gekomen 340 meter verder per seconde. En zo is licht bijna 300 miljoen meter per seconde. Dus licht gaat zo snel dat wanneer licht jou al aangeraakt hebt, heb je het nog niet eens door. Zo snel gaat het. Zo snel gaat het. En dit zijn de mensen met de natuurkundige bollen, maar ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Dat in licht is er beweging, is er snelheid. Zo snel. Dus licht is een bewegende elektronische massa, om het maar zo uit te drukken. Die stralend is, je kan hem zien, hij is zichtbaar.
Maar er is ook één dat je niet kan zien. Ja toch, men zegt dat men gebruikt het voor röntgen en dat soort dingen. Maar ik hoop dat je denkt, ter zake deskundig. Ik probeer gewoon een eenvoudige bijbelstudie te zien. Ga zelf lezen. Ja, maar dan heb ik natuurkundige en wiskundige hier. Eigenlijk aan jou, ik doe een gedeelte van bijbelstudie. Maar het gaat tot nu toe toch? Het lukt mij tot nu toe toch? Goed zo. Dus zonnestralen, zegt internet, doen er gemiddeld 8 minuten over om ons te bereiken. Zonnestralen. Zo kunnen de afstanden in de onmetelijke ruimte van het heelal berekend worden. Dat wil zeggen, het traject dat het licht in 1 jaar aflegt, kan men ook berekenen. 1 lichtjaar bereikt ongeveer 950 miljard kilometer. 1 lichtjaar. Dus dat is aan die zin, die archides aan die zin naar Boerja. En als je het zou gaan zetten bij God. Dus daarom zegt de Bijbel, Arkiboom, 1 dag voor God is als 1000 jaar voor de mens. En 1000 jaren voor God is als 1 dag. Omdat je te maken hebt met snelheden. Daarom, dus bepaalde dingen begrijp je niet. Maar je moet kijken, het heeft te maken met beweging. Hè? Wanneer je kijkt naar een film, dan komt ook een film draaien en men wil je wezen hoe verder dat is. Maar je staat niet op. En het gaat in snelheid. Heeft te maken met licht, heeft te maken met elektronen, heeft te maken met fotonen, heeft te maken met protonen, alles soort dingen. Maar kom aan mijn Bijbel, baka. Dus, definitie van licht, zeggen ze, is een zodanig de golflengte en frequentie dat de straling ervan voor het oog zichtbaar is. Maar wanneer het gaat om dingen die je eigenlijk, hoe noemt men dat, die elektromagnetische golven bevatten, dan noemt men dat fotonen. Ze worden ook wel bij röntgenfoto gebruikt. Goed, technisch, dankjewel, we zijn voorbij dat. Maar ik wou het even uitleggen, maar de mensen die zitten in de natuurlijke wereld weten precies waarover ik praat. Maar het komt erop neer, wanneer we praten over licht, want dat is eigenlijk wat mij bezighoudt. Wanneer we praten over licht, dan denken we, velen van ons, dat licht niet beweegt. Dit is licht. Maar licht is constant in beweging. Het zijn, hoe moet ik dat noemen, elektronische deeltjes. Of het is een massa die constant beweegt. En wat we kunnen zien, straalt dat licht uit en geeft ons oog de gelegenheid om het te zien. Is wonderbaar. Is wonderbaar. I'm telling you. Dus de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord licht is or. En enkele keer wijst het op vuur. Maar in Psalm 119 gebruiken ze twee parallel woorden. En u kent die tekst, Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Or, maar het betekent ook een licht op mijn pad, oor. Dus hetzelfde woord oor, O-R, Hebreeuws. Blijf daar, het is een bijbelstudie, dus laat de mensen lezen. Wij kennen de teksten. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus u kan zeggen, uw woord is een oor voor mijn voet. Oor, 1 O-R, en een oor op mijn pad. Amen. Een van de namen, Hebreeuwse namen van God, is Elora. God is mijn licht. Voor de mensen die schrijven Eloraah. Elora. God is mijn licht. En een psalm praat daarover, Psalm 27, vers 1. Daar zegt de Bijbel: de Heere is mijn licht. Dus letterlijk zegt hij, Elora, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervallen zijn? Jezus, als hij op aarde wordt, komt, zegt hij in Johannes 9 vers 5. Jezus zegt dat.
Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus in feite, moet je gewoon door nadenken. Als God is licht, en Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Zegt hij in feite, ik ben God en ik ben het licht der wereld. De Bijbel zegt, ga terug naar Johannes 1, vers 1. Vanaf vers 1, want ik wil het in context brengen, zodat men het gaat begrijpen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord en God zijn één. Dit was in het begin bij God. Alle deze dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Zie je? En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dus in feite, Jezus is niet alleen het woord, maar is ook het licht. En de Bijbel zegt, en het woord was God, maar het licht is ook God. Dus wanneer God, en dit is iets dat we moeten gaan begrijpen, zij sprak en hij zei, er zijn licht, heeft hij in feite gezegd, laat een gedeelte uit mij de aarde vervullen. En als u de Bijbel bestudeert, dan weet u dat wanneer God zelf op aarde gaat wonen, gaat er geen zonlicht en maanlicht meer zijn. Want dan zijn wij zo ver om God in zijn volheid te ontmoeten als wedergeboren schepselen die God kunnen zien. Want geen mens, zegt de Bijbel, heeft God gezegd aan Mozes, zou mij kunnen aanschouwen en zou kunnen leven. Vanwege de zonde. Maar wanneer je gewassen bent door het bloed van het lam, en wanneer God de hemel en de aarde hersteld heeft, dan zegt de Bijbel, dan gaat hij als een licht bij ons wonen. Hetzelfde licht, een deel van het licht die hij doet stralen de hele dag, is een deel van God zelf. Is een deel van God zelf. En dit is iets dat u moet vatten. Wanneer de Bijbel zegt, God is licht, ga weer bij, ik wil liever herhalen, want ik wil hebben dat de mensen begrijpen. In Johannes 1, vers 5, dacht ik. God is licht en in hem is er geen duisternis. In Johannes 1, vers 5. Dan begrijpt u waarom God zegt, we moeten heilig leven. Want iedereen die onheilig is en zou komen zonder Jezus bij God. Je deed het direct. In Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiger die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen. God is licht en in hem is er geheel geen duisternis. Ja? Ga naar 6. Want in context gaat het door. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem en in de duisternis wandelen, dan liegen wij, zie je, en doen de waarheid niet. Geef me 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, en let wel, hij is in het licht, maar hij is ook het licht, hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Als je dit soort dingen gaat begrijpen, mensen, ik zeg u allemaal gaat tot bekering komen opnieuw. Want als je niet in het licht wandelt, kan je God nooit zien. Wanneer de Bijbel zegt dat God een gemeente klaarmaakt stralen zonder vrekken en rimpel, bedoelt hij symbolisch, ze zullen zijn als licht voor mij. Er zal geen duisternis in hun zijn. In principe, als je duisternis in jou hebt, kan je bijna niet zeggen dat je kind van God bent. En Jezus heeft gezegd in een tekst, en dat kan ik straks voor u zoeken zo meteen, dat je moet waken dat de duisternis jouw licht niet overneemt. Powerful. We moeten begrijpen, mensen. En het gaat misschien een paar
weken nemen, want ik ga een beetje erop timmeren, zodat u het gaat begrijpen. Wanneer Jezus in Johannes 10 een blinde geneest, dan zegt vers 22 dat hij gaat naar een feest. Johannes 10, 22. Laten we even kijken. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter, geef me 23 ook. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. Oké, wat voor feest was er? Daarom moet je die Bijbel proberen te begrijpen in context. Jezus zegt in Johannes 9 vers 5. Ik ben het licht der wereld. Geneest laat iemand dan licht zien. Blinden kan zien. Dus je krijgt licht, je kan nu zien. En dan gaat hij nu naar een feest. Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar wat is de betekenis van dit feest? De Joodse gemeenschap viert Chanukka. Het lichtfeest of een tempelvernieuwingsfeest. Jezus ging naar een feest dat te maken had met licht. Nadat hij gezegd heeft, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht. En met behulp van een 8 of 9-armige kandelaar viert men dat feest, zodat de lichten kunnen stralen. Wanneer God spreekt, hij zegt, er zijlig gebeurt er altijd iets. En je moet verstaan, als God gesproken heeft, er zijlig, dan heeft hij op dat moment gezegd tegen de aarde, aarde, ik geef je weer hoop, ik geef je weer bemoediging, ik laat ook mijn goedheid over je komen, ik laat je ook merken mijn compassie voor jou. Zo, wanneer we praten over licht, dan symboliseert het God, die een God is die zoekt naar geloof, maar ook een God is die zoekt naar heiligheid. Dus licht heeft een aantal elementen die direct zich manifesteren wanneer licht verschijnt. En dat is powerful, want wanneer u dit begrijpt, en u gaat begrijpen, en laat me dat direct nemen, ga met mij naar Mattheüs 5 vers 14. Jezus heeft gezegd, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar in Mattheüs 5 vers 14 zegt hij, gij zijt het licht der wereld. Zie je? Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Vers 15. Ook steek men geen lamp aan, en zet haar onder de korenmaat, maar op een standaard. En gij schijnt voor allen die in het huis zijn. Wat belangrijk is dat hij zegt, laat zo uw licht schijnen. U was goed. Laat zo uw licht schijnen. Vers 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijk. Ik heb een hele andere benadering nu. Wanneer licht in jou is, is God in jou en kan je automatisch goede werken doen. Wanneer duisternis in jou is, is de duivel in jou, dus is het heel moeilijk om goed te doen. Au! God! Ik zeg ook, gaan problemen komen met deze prediking. Deze prediking zet direct de standaard hoog voor ons. God eist van ons, hebben we net gelezen in Johannes 1 vers, dat wij niet wandelen in duisternis. Want als je duisternis wandelt, kan je geen goed doen. Maar als je in het licht wandelt, zegt de Bijbel, laat uw licht zodanig schijnen, dat de mensen de goede werken die u doet zullen zien en uw Vader in de hemel zullen verheerlijken. Dat betekent, die goede werken kunnen alleen geproduceerd worden wanneer God in u woont, wanneer er licht in u is. Dan pas bent u in staat om goede werken te doen. Kunnen God een applaus geven daarvoor? Wanneer licht schijnt in uw hart, hebt uw hart opengesteld dat God zijn geest, want licht heeft te maken met een massa dat beweegt. Een iets dat we niet kunnen zien. Maar in staat is om dwars door ons heen te schijnen.
Dus je kan bijna zeggen, licht is niet alleen Jezus. Licht is niet alleen God de Vader, maar ik durf ook te zeggen dat licht ook de Heilige Geest is. Die in uw harten moet schijnen. Het is zo tof, en ik ben bezig met mezelf, nadat ik die prediking zondag heb gepreekt. Het is zo stol dat nu pas ik kan begrijpen wanneer Jezus zegt, wanneer je al in je gedachten zondig, heb je de daad reeds gepleegd. Want op dat moment is duisternis daar. Wow. Daarom zegt hij in een tekst, laat me die tekst zoeken, dit heb ik niet gezet, maar ik ken die tekst wel, in Filippenzen. Waarover we moeten nadenken. Alles wat goed is, alles wat bevallig is. Ja toch? Waar is het in Filippenzen ergens, dacht ik? Waar is het? Ja, het moet ergens zijn. 4, ja. Nee, geen Filippenzen 4. Je moet niet gewoon iets zeggen, je moet het eerst lezen, toch? Oké, okay. Ja, je hebt gelijk. 4 vers 8, wie was dat? Dankjewel, zuster. 4 vers 8. Fors broeder. Bedenkt. Ik lees hem omgekeerd, alleen zodat je het kan verstaan. Fors broeders en zusters, bedenkt. U gaat maar denken later zien aan het aan. Al wat waar is, bedenkt. Al wat waardig is, bedenkt. Al wat rechtvaardig is, bedenkt. Al wat rein is, bedenkt. Al wat beminnelijk is, bedenkt. Al wat welduidend is, bedenkt. Al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Weet je waarom? Omdat dit zijn dingen die symboliseren licht. Wanneer je andere dingen bedenkt, mo kire, mo were ede, heeft jouw licht die in feite in je hart moet schijnen, duisternis heeft het overgenomen. Dus het is zo powerful, mensen, dat we moeten gaan begrijpen dat God wil hebben dat we komen op een plaats om te verstaan dat Hij een God is die wil hebben dat we meer en meer gaan verstaan dat Hij licht is. En hoe meer wij het licht in ons hart doen schijnen, laten we het gaan. Ga met mij naar Matteüs 6, 22. Ik wil dat u ziet waar Jezus zegt dat je in feite, if you're not careful, dat de duisternis jouw licht kan doffen. De Bijbel zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Indien dan u ook zuiver is, zal geheel uw lichaam, zeg het luid, verlicht zijn. En welke verlichting zal het zijn? Het licht van God. De goddelijke geest zal in jou zijn. En ga verder. Maar indien u ook slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Dan gaat hij verder. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten, of zich aan de ene hechten, en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Waarom? Omdat God licht is, en mammon is duisternis. Het is misschien gek, lieve mensen, maar naarmate we naderen naar de dag van de Heer, gaat Hij ons meer en meer openbaring geven om ons te helpen. Dat we zonen des lichts kunnen worden. Ja, het is heel moeilijk om God te dienen, de helft in de wereld en de helft. Of je bent het, of je bent het niet. Dus we moeten ervoor zorgen dat wij wandelen in het licht. En ik ga u straks leren hoe je in het licht kan wandelen. Ik spring een beetje omdat ik vandaag een fundament wil leggen. Ga met mij naar Lucas 11 vers 33. Het is dezelfde tekst, maar hier heeft het een andere dimensie.
Niemand steekt een lamp aan en zet die in een kelder of onder de korenmarkt, maar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. Licht wil altijd stralen. Licht wil altijd praten over de goedheid van God. Gaan we verder. De lamp van u, van het lichaam, is dezelfde tekst, maar in een ander context, is uw oog. Indien uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. 35. Ziet dan toe, dit is wat ik u wil tonen, dat wat licht in u is, niet duisternis zij. De Engels vertaling zegt het, be careful, therefore be careful, lest the light in you be darkness. Be careful. Wat probeert Jezus ons te zeggen? Jezus zegt ons, als je eigenlijk jezelf niet beschermt, kan het zo zijn dat je denkt dat je wandelt in het licht, maar doordat je niet op je hoede was, dat duisternis jouw licht kan doffen. De mensen die gewerkt hebben in de occulte praktijken, zien direct wanneer iemand komt, waar het licht in, grote licht, maar ze zien ook een dof licht. Maar in principe moet elk van u een groot licht zijn hier op aarde. Waarom? Jezus heeft dat reeds uitgesproken. Hij heeft gezegd, gij zijt het licht der wereld. Voor ons is belangrijk, lieve mensen, om een aantal elementen. Ik heb bij even kriskras gegaan, zodat ik een goed fundament voor u zet. Maar wat doet licht? Licht, het eerste wat hij doet, hij zorgt ervoor dat het duisternis verdwijnt. Ben ik aan het hij lombe gaat duisteren. Zodra hij licht door, die spel, zegt de Engelsman. Gaat duisternis, gaat direct, light dispels darkness. Dus waar uw oog komt, als u werkelijk wandelt in het licht van God, is duisternis altijd bang voor u. En duisternis zal van u vlieden, want dat betekent dispels. Wanneer u komt, gaat duisternis vlieden. Licht kan je in feite niet zien, maar hij openbaart alles dat je het wel kan zien. Het is een beetje diep. Licht zoals het is, kan je niet echt zien. Je ziet het vanwege de dingen die daar hangen, maar hij zorgt wel ervoor dat wanneer het licht is, dat everything in your presence is lighten up. Licht kan je niet grijpen of houden. Kan niet. Licht kan alleen toetreden tot iemand of tot een plaats wanneer je die plaats opent voor licht. Laat me een voorbeeld geven. Het licht kan, als die kamer duisternis is en ik wil hebben dat het licht, moet ik die kamer openen, zodat het licht kan toetreden in snelheid van bijna 300 miljoen per seconde. Zo snel wil God, wanneer u zonde beleidt, zijn licht in u toekomen. God is powerful. God gaat nooit zijn licht in u laten schijnen als u dat niet wil. Daarom kunnen mensen, ondanks de Bijbel zegt, de Jezus was in hun midden, maar het licht was in het midden, maar ze hebben het licht niet kunnen verstaan. Je kan het licht alleen verstaan wanneer je de deur, ik ga zeggen van je hart, symbolisch, de deur van je hart opent, zodat God naar binnen komt, licht naar binnen komt. Dus je kan zitten in de kerk. Daarom zeg ik, dit is een dangerous prediking. Je kan luisteren naar Gods woord en toch in duisternis zijn. Het kan pas wanneer je zegt, Heere, I believe in you. I open myself for your light. Pas wanneer je het woord gaat geloven, wordt het een lamp voor uw voet en een licht op uw pad.
U kan met de Bijbel slapen dag en nacht. Maar als u zegt, als u de Bijbel niet opent en leest, gaat er geen licht komen in uw hart. Daarom kunnen mensen in de kerk zijn en gewoon zondigen, want er is geen licht in hun hart gekomen. Daarom kunnen mensen week in, week uit, en ik durf te zeggen dat Gods licht op aarde op dit moment de Heilige Geest is. En toch kan de Heilige Geest niet penetreren, want hij is een gentleman. Als je de deur van je hart dicht houdt, staat hij daar en klopt. Als je het opent, dan komt hij een seconde naar binnen. Dan komt hij. Zie, ik sta aan de deur van uw hart. En God had het over christenen. In openbare, ik sta aan de deur van uw hart. Waarom? Omdat de christenen nog veel te veel in duisternis wandelen. We moeten gaan begrijpen, lieve mensen, dat licht overal tegelijkertijd kan zijn. En dat kan alleen God. We moeten gaan begrijpen dat licht nooit moe wordt. Maar altijd dat licht er is, zorgt hij ervoor dat je merkt dat hij er is. Je moet ervoor zorgen dat licht ook communicatie is. Licht is communicatie. Licht zorgt ervoor dat je dingen kan zien. Dat je dingen kan onderscheiden. Licht is ook kleur. Licht maakt het, creëert de mogelijkheid dat je kleuren kan onderscheiden. Licht. Als het nu roze is, bruin en dat soort, daarom zeggen we zijn kleurenblind. Maar in feite zijn we lichtblind. Ja toch? Licht geeft warmte en geeft en maakt jou comfortabel. Als je me niet gelooft, laat er nu stroom uitvallen in Paramaribo. Dan zie je hoeveel mensen gek zullen doen. Daarom is het een dangerous thing. Waarom denk je dat zwervers liever in de avond, in de duisternis? Omdat de demonen zijn meestal die hun brengen. De demonen willen in de duisternis zijn. Als je in het licht wandelt, wil je juist gezien worden, zegt Jezus. Niemand die een licht is, gaat schuilen onder een kandelaar. Je wil het goede vertellen. Als je een boodschap hebt van hoop, wil je het juist vertellen. Maar Jezus zegt, nee, ze houden niet van me omdat hun werken duister zijn. Want wanneer iemand in duisternis is, zodra jij komt, als te zijn het licht der wereld, je put in mijn probleem. Amen. Licht zorgt ook ervoor dat er groei is en genezing. Dat zorgt, dat doet licht. Dus voor ons is het belangrijk om te gaan begrijpen de dingen van God. Ik zou een aantal teksten met u kunnen lezen, maar ik wil toch hebben dat u één of twee teksten ziet waarbij u gaat begrijpen wat licht is. Psalm 37, vers 6. Laten we daar gaan. Ik heb het in de Engelse vertalen. Psalm 37, vers 6. Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als licht. Dus gerechtigheid en licht zijn elkaar synoniemen. Er is een powerful tekst. Ik dacht in Samuel, laat me zien. 2 Samuel 23, laten we vers 3 proberen. 2 Samuel 23, vers 3 is een powerful tekst. In het Engels is het heel mooi, laat me kijken hoe het is in Nederlands. 2 Samuel 23, vers 3. In het Engels staat dat Israël God spreekt. Israël God spreekt, Israël Ros zegt tot mij, een rechtvaardige, goed luisteren. Santokki zou liever naar dit moeten luisteren. Luister goed. Een rechtvaardige heerser over de mensen. Een heerser in de vreze Gods. Ga door. Hij is iemand die een rechtvaardige rechter is. Iemand die rechtvaardig over het volk is. Hij is als het morgenlicht bij het opgang der zon. Een morgen zonder wolken door de glans dat erin spruit. Jong groen uit de aarde. Ga weer naar vers 3. Ik wil dat ze het begrijpen. God zegt, wanneer hij zegt tot Samuel,
dat een rechtvaardige heerser over de mensen een heerser is die is in de vrezen van God. Die man die een rechtvaardige heerser is over mensen en in de vrezen is van God, die man of die heerser, vers 4, hij zal zijn als morgenlicht bij het opgang der zon. Een morgen zonder wolken, door glans dat de regen spruit, jong groen uit de aarde. Simpel gezegd. Simpel gezegd. Wanneer je een rechtvaardige leider bent, en je rechtvaardig leeft met de mensen en de vrezen van God, zegt de Bijbel, je zal uitgaan als licht. En wat doet licht? Licht geeft comfort, maar licht geeft ook groei. Licht zorgt ook ervoor dat de situatie in een land veranderd wordt. Daarom maken mensen opmerkingen, ik zie een licht in de tunnel. Maar je kan geen licht in de tunnel zien als je niet rechtvaardig bent. Je kan alleen een licht in de tunnel zien wanneer je rechtvaardig bent en je de echte goddelijke vrezen hebt voor de Heer. Dat zegt de Bijbel. Ik wil geen enkele persoon in dingen brengen, maar ik wil je alleen tonen hoe die dingen werken. Die dingen werken niet zoals wij dat willen, maar het werkt zoals God dat wil hebben. Ga met mij naar Psalm 119, vers 130. Ik wil dat u dit ziet. En dan ga ik samenvatten, want het is veel. En u de gelegenheid geven om vragen te... En dan volgende week gaan we door. Dan gaan we nog dieper. Psalm 119, vers 130. Wat zegt de Bijbel daar? Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandigen inzicht. Als God licht is, als Jezus licht is, als de Geest van God licht is, zegt Hij vandaag tegen ons, in het bijzonder als christenen, het moment je mijn woord opent, zal mijn licht in je hart schijnen. Daarom zegt David, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Waarom zijn we zwakke christenen? Waarom kunnen we niet zijn het licht der wereld? Waarom kunnen we niet opereren zoals God? We lezen de Bijbel niet. Daar heb ik gezegd, ga één element nemen over de kracht van Gods woord. Want zo heet de prediking. Is een serie. De kracht van Gods woord. God sprak. Gods gesproken woord. De rema was, hij zei, er zijn licht. Want ik ga nog niet eens in het woord. Want het eerste aspect dat God zeide, er zijn licht. Waarom? Omdat God Jezus zei, ik manifesteer mij op aarde. En later heeft hij zich gemanifesteerd in Christus. En ondanks Christus heeft hij zoveel lichten. De lichten in u is niets anders dan de Vader der geesten, die lichten, de Vader der lichten die in u opereert. Denk erover na. Elke gedachte die een duisternis heeft, creëert het gevaar dat de duivel uw licht kan doffen. En als je licht gedoft is, wandel je niet meer in het licht. Hè? Wandel je in duisternis. Zo powerful is dit ding. Lieve mensen, we leven in de laatste der laatste dagen. Wanneer God praat over de dwaze maagden en de wijze maagden, wat moeten ze hebben in hun lamp? Olie. En wat verspreidt die olie? Licht. De anderen konden geen licht maken. Licht en olie en Gods woord zijn de combinaties die ons helpen om te begrijpen, als je ten alle tijden verlicht wil zijn, als je ten alle tijden wil wandelen in het licht met Jezus, we zingen, moeten wij zelf ook licht zijn. Je kan niet in duisternis wandelen en zeggen, je wandelt in het licht met Jezus. Ah nee, hoor ook, het is of het een of het ander. En daarom heeft de Bijbel direct gezegd, toch? Laten we weer gaan naar die tekst. Ik wil dat u het begrijpt, want ik ben bezig samen te vatten. In Johannes 1, vers 5. Daar gaat die tekst door en hij praat over indien wij onze zonde beleiden. Ja toch, ga naar 1 Johannes 1, 5, is Bijbelstudie. Hij zegt, en dit is de verkondiging dat wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen. Wie verkondigen? U en ik. God is licht.
En in hem is het in het geheel geen duisternis. Vers 6. Indien wij zeggen dat wij koinonia hebben, we bidden, we roepen, want gemeenschap hebben met God betekent, we bidden, we roepen, of we lezen zijn woord, met hem hebben in de duisternis, en in de duisternis wandelen, dan liegen we. En doen we de waarheid niet, we zijn leugenaars. Hij zegt verder, 7, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkander. Dit is powerful. Onderschrijf dat. Wanneer je ziet dat mensen die met je willen bemoeien, misschien wandelen ze in de duisternis. Hey, dit is powerful. Als je in het licht wandelt, wil je juist gaan waar het licht is. Maar wie die in duisternis, je zoekt duisternis, maar ik jou. De Bijbel zegt, we hebben gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Waarom? Omdat wij, ons verlangen is om in het licht te zijn. En het gaat verder. Indien wij zeggen dat we geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En 9, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar we hebben een sleutel daar gezien. Daarom is dit belangrijk. Iemand die niet in de kerk wil komen, wandelt in duisternis, kan je bijna zeggen. Iemand die wil wandelen in het licht, wil altijd zijn waar christenen zijn. Dat zegt die tekst eenvoudig. Even ons wat ik me dat nek aan moro. Want er is maar kerkje takis matori. Iedereen duisternis. Als je meer wil weten van God, wil je juist zijn waar de lichten zijn van God. En waar de Vader der lichten aanwezig is. Want Jezus zegt, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden. Lieve mensen, licht is iets waar naartoe we moeten verlangen. Licht in ons leven. Licht in onze gedachten. Licht overal waar we zijn. Wij moeten verlangen om het licht van God te demonstreren, het licht van God te verspreiden. Als wij gaan beseffen dat God is licht. En hij heeft ons genoemd dat wij lichten zijn ter wereld. Moeten we in deze dagen meer dan ooit verlangen om in het licht te wandelen. En dat kan je maar op 3 manieren. Dat hebben we gezien in de eerste gemeente. Gewoon, ik ga gewoon kort zijn. Basiselementen 1. Ze onderwierpen zich aan de verkondiging van het woord der apostelen. 2. Ze hadden dagelijks gemeenschap met elkaar. En 3. Symbolisch braken ze het brood dagelijks. Liefdemaal. Maar als je licht, als het licht is, is ook het feest van God in ons midden. En wanneer Gods feest aanwezig is, willen we altijd in het licht maaltijd met elkaar houden. Amen. God zeide, er zijn licht. En er was licht. En we zijn niet klaar. Ik heb je een basis, een fundament gegeven. Waarom moest er juist eerst licht zijn? Voordat alle andere dingen konden komen. Omdat licht God zelf is. Licht is God zelf. I'm tempted. Laat me je een laatste tekst geven. We zijn klaar in feite, maar I'm tempted. Ik wil dat je de Bijbel gaat lezen. Ga met mij naar Openbaring. Volgende week gaan we al die teksten doornemen. Maar ga met mij naar Openbaring 22 vanaf. Oké, laten we eerst gaan naar Openbaring 21. Vanaf vers 23. Aan het einde van de Bijbel. De Bijbel zegt, en de stad, of laten we gaan vanaf 20.
En misschien wat 20 me geeft. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer, de God, de Almachtige is haar tempel en haar lam. Lees hem thuis. En de stad, ik had 21, 20 gevraagd, je hebt me 22, geef me 20. Je hebt me 22 gegeven, oké, okay, 21. 21, oké. Okay. De Bijbel zegt, en de 12 poorten waren parelen, ieder poort afzonderlijk was één uit één, en de straat was zilver van goud. Hij praat over de Nieuwe Jeruzalem en glas gelijk zijn. En een tempel zag ik in haar niet in de nieuwe hemel of de nieuwe aarde, de nieuwe hemel. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het lam. Ja? En de stad heeft de zon en de maan niet nodig dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lam is het lam. Zie je? Hier is de zon niet meer aanwezig. En de valken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde, wij praten over de Nieuwe Jeruzalem, brengen hun heerlijkheid in haar. Dus hier zie je dat er geen tempel is omdat God de bright shining tempel is. Openbaring 22, vers 5. Hier is het duidelijk dat er geen zon meer zal zijn. Openbaring 22, 5. Er zal geen nacht meer zijn en zij gaan geen, en zij, ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon van nodig, want de Heere God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Volgende week ga ik je die combinatie uitleggen. Maar simpel gezegd. Het is heel simpel. Het is niet diep, het is simpel. Je moet het alleen begrijpen. Strek je handen uit. Vader, ik bid dat het licht zal schijnen in de duistere harten. Ik bid dat het licht zal schijnen in ons duister verstaan. Ik bid dat u ons verlichte ogen harten des harten zal geven. Elk van ons die luisteren naar deze prediking. In Jezus' naam. Laat me zo eindigen. Het eerste wat God sprak, er zij licht. Aan het einde, wanneer God alle dingen herstelt, is God zelf gemanifesteerd als het licht. Dit is powerful. En de Bijbel zegt, er zal geen duisternis zijn. Dus het is begonnen met licht. En het zal ook eindigen met licht. We kunnen de Heer een applaus geven. Ik ga je tonen. Dus nu ben ik direct aan het einde gegaan. Ik zeg, I'm tempted. Alleen om je een beetje te gaan laten nadenken. Dus als je duisternis wandelt, heb je geen deel van God. We moeten elke dag. En nu zijn liederen als, ik wandel in het licht met Jezus. Die man naar de openbaring. Amen. Laten we de mensen groeten. Die keken. U keek ernaar. Let op mij, broeder. U keek ernaar. En God wil u in zijn licht brengen. En God zal u geven alles wat u nodig hebt. Als u bereid bent, net als de deur daar, uw hart te openen. Want het licht van God is altijd schijnende. En u moet uw hart openen. En God zal u zegenen in Jezus' naam. Amen. Laten we ze met een applaus groeten.